kijken jullie als honkbalvereniging tegen deze dag aan? Ja, met enorme trots eigenlijk. We hebben door de jaren heen is er zoveel werk verzet door zowel vrijwilligers, bestuur, de gemeente, alle sponsoren eromheen. Dat we eigenlijk super trots zijn dat we op dit moment zo'n accommodatie als vandaag mogen openen. Ontzettend blij dat de dag nu zover is dat het hier officieel geopend is. Ik heb de eerste bal mogen werpen. Het is natuurlijk een hele oude club al, hè? Ja, we zijn op dit moment, volgend jaar bestaan we 70 jaar. Dus inderdaad sinds 1955 al. Ja. En wat is nou eigenlijk de meerwaarde van Uitsmijters 55 voor Almelo? Het zorgt ervoor dat we een honkbalvereniging in onze stad hebben, waar ook mensen, kinderen naartoe kunnen. Dus je hebt daarmee een divers sportaanbod in de stad. Dat is belangrijk voor mensen die hier willen wonen of die hier al wonen. Zodat ze naast goed kunnen werken hier in Almelo ook goed hun vrije tijd kunnen besteden. Dus het is superbelangrijk dat we een breed sportaanbod hebben binnen de gemeente Almelo. Kan je een beetje aangeven wat er allemaal gedaan wordt hier, wie er allemaal lid kunnen zijn, wie er allemaal wat kunnen doen hier? Ja, we hebben inderdaad de pupillenteams, dat zijn de kleinste teams. Die beginnen mijn hoofd vanuit een jaar of vier, dus echt vanaf de basisschool al, tot aan het seniorenteam bij ons. Die is op dit moment wat aan de jongere kant, maar goed, die lopen ook al snel richting de 25, 30. En we hebben daarnaast ook nog het recreatieve softbal. Dat zijn vaak echt de oudleden, de ouders. En de gemiddelde leeftijd, of in ieder geval de leeftijd daarin, loopt echt wel tot een jaar of 65, 70. Dus het is heel breed qua leeftijd. We hebben ook een enorme aanwas gehad sinds we hier natuurlijk op het veld zitten. Ook een stukje naamsbekendheid, locatiebekendheid. En we merken daarin dat we echt behoorlijk zijn gegroeid, ook in jonge leden. Waardoor we nu echt gewoon twee fatsoenlijke jeugdteams op alle leeftijdscategorieën in stand kunnen houden. Wat is het volgende streven? Het volgende streven is in ieder geval natuurlijk het 70-jarig bestaan. En vanuit daar willen we eigenlijk blijven uitbouwen als honkbalvereniging. Zodat we inderdaad in alle leeftijdscategorieën kunnen voortblijven bestaan. En ook Almelo echt een plek kunnen geven waarin de Almelo's kunnen honkballen. En hoe was het om te pitchen? Ja, ontzettend leuk om te doen. Wel wat druk op mijn schouders natuurlijk, want iedereen stond met camera's bij. En natuurlijk de hele vereniging. Met de sociale sfeer hier. Ja, de sfeer is echt super. Dat is iets waar we ook heel trots op zijn als vereniging hier in Almelo. Is dat het spelplezier en de sfeer in de vereniging staat bij ons echt op één. Dus dat is het belangrijkste. En eigenlijk komt alles daarna erachteraan. En we merken dat het daar, als die sfeer maar goed is, dat het ook heel goed gaat met de club daarin.